In deze video nemen we je mee op de studiereis van de innovatiewerkgroep van Stichting Kindpunt. We gingen met de Cityhopper naar Londen, want daar is de BED, de grootste Europese tech- en innovatiebeurs voor het onderwijs. En binnen 3 kwartier stonden we op London City Airport. En alsof het nog niet mooier kon, binnen 1 kwartier lopen waren we bij ons hotel en 5 minuten later bij de beurs. Het mooie was dat wij de eerste avond werden uitgenodigd op de VIP-avond van ProWise, waarbij we konden genieten van een heerlijk diner en nog even Londen zijn ingeweest. Erg gaaf om in zo'n grote stad te zijn, maar het draait natuurlijk om de beurs en daar gingen we de volgende dag naartoe. De BED is een enorme beurs met de tofste innovaties. We nemen je in deze video mee, maar voor het overzicht hebben we het verdeeld in een aantal onderdelen. Namelijk virtual reality, ofwel VR, interactieve vloeren en beamers en schermen natuurlijk, de nieuwste robots en ook speciaal voor de onderbouw. En natuurlijk nog een aantal extra toffe dingen die jij kunt gebruiken in de klas, onder andere deze microscoop komt voorbij. Hieronder in de beschrijving vind jij het overzicht van de materialen en de linkjes naar het juiste onderdeel in de video. Stand van Google. Heel veel mensen. Ook een mooie stand van, Dell. Waar doe je goed. Keurig, ga ik zo ook even halen dan. Misschien dat we Herman zover kunnen krijgen dat hij in al onze klaslokalen, in ieder geval van de innovatiegroep, zo'n opstelling heeft. Personeelskamer is ook oké. Het zou ook wel leuk zijn, maar toch liever gewoon in de klaslokaal. Ja? Ik kan bepalen wie erop zit. Ja, jezelf. Zo makkelijk. Dit lijkt me super handig voor mijn leerlingen. Anders een koptelefoontje op. Dat ik niet hard hoef te praten, ze dus toch allemaal horen wat ik zeg. Belangrijk onderdeel, koffie. Al koffie gevonden, Jorrit? Ja, hier is koffie. Ah, kijk. Goeie stand ook. En wat ook opviel, er waren heel veel landen die zichzelf presenteren met de nieuwste gadgets. Dat had ik niet verwacht. Op alle scholen hebben we nu de Oculus Go's. En op de beurs zagen we ook deze sets, de Class VR, waarbij je eigenlijk domme brillen hebt die alleen een scherm hebben, maar die je bestuurt vanaf een computer en met meerdere kinderen tegelijk hetzelfde kunt bekijken. Zeker iets om in de gaten te houden. Wij gaan eens verder met de Oculus Go's, maar dit zijn zeker ontwikkelingen die wij in de gaten houden. Ook waren er natuurlijk veel interactieve muren en vloeren te zien. Deze hebben we natuurlijk allemaal bekeken en ja, het lijkt ons fantastisch om dit op school te hebben. Alleen het prijskaartje is nog vrij hoog op dit moment. Hoe leuk is dit? Grappig. I have to move them away. Yeah, they're coming back. Overal zag je ook dit soort ruimtes waarbij beamers op de grond en op alle muren schijnen en waarbij kinderen op deze manier kunnen leren of nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Het werd ook vooral aangeraden voor het speciaal onderwijs. Bij immersive learning kom je in een klaslokaal waarin je aan alle kanten beeldschermen hebt. Dus dan ben je hartstikke immersed in alle technology, denk ik. Het is een beetje donker nu. Maar ja, de ruimte is om je heen. Het is net als in het echt, zeg maar. Dat is echt wel cool. Oké, en hier hangen 60 beamers. Ja, oh ja, dat is het punt een beetje. Hier hangen heel veel beamers, daarom kan je het doen. Maar het ziet er wel heel cool uit. Ik denk dat Roy er nog wel heel veel werk aan zou hebben om het allemaal aan elkaar vast te koppelen, denk je niet? Ja. Maar verder is het wel gewoon heel erg cool. Best een groot beest ook. De twee, oh, deze meneer. Ja, dat is toch die Brit die... Respect man. Ja, David Attenborough, ja. Ja. Nou, tof gedaan David. We gaan verder. Ja. Alle kanten beeld. Kijk.
zou een mooie zijn voor Etippenkop, geloof ik zo. Oh, inmiddels zijn het 700 geworden, maar ik zag ping. Oké, we zijn hier bij de ProWise Move en Pieter is bezig met tafelsommen. We gaan even kijken. Dit is ProWise Move en bij elk nieuw ProWise digibord krijg je zo'n camera die ik dus kan registreren wat iemand voor het scherm doet. Je kan dus reageren door te bewegen en dat is super tof en wij hebben dat natuurlijk allemaal uitgeprobeerd. Ik maak nog even een filmpje van wat je ziet. Oké, later wel. Een hele leuke toevoeging. We don't make robots kids do. En het leuke hiervan is natuurlijk dat het eigenlijk niet zozeer is dat... Het gaat om de robotica, maar dat de toegevoegde robotica het speelgoed veel leuker maakt. Dat kinderen daarom veel langer mee zullen kunnen spelen. Echt heel tof dit. En ja, je komt ook de meest bijzondere dingen tegen, zoals deze meisjes Barbie robots op een karretje die je dus kunt programmeren. Ik heb er eentje omver gelopen, maar deze meneer vertelt even wat het is. Most robotic cars don't look like they're for women or girls. Oh, yeah. And most girls get the idea this isn't for me. It's a robotic tank. Yeah. Put their number one play pattern, playing with dolls, onto robots. We involve stories in it and girls can get much more involved in coding in a natural way. Cool. Maken, Pascal. Kijk, we gaan die muur vullen. En de andere kant ook. Dus we mogen hier gewoon een beetje spelen vandaag. Dit is wat we gaan doen. Ja. En het wordt al wel echt iets. Samen, wij werken mee aan het grote geheel. Dat is... Oh, ik heb rood, dat is de andere kant. Zeggen die kinderen ook altijd in je klas? Ja. Meester, ik heb geen idee. Ja, design thinking voor studenten. Van waar begin je met problemen? Maak je dan correlaties met een dier voor, of een auto of een voertuig? Of sommigen die gaan gewoon beginnen en tinkeren, die prototyping, die gaan meteen tinkeren en die beginnen. En dat vind ik echt leuk, want studenten gewoon eigenlijk uit die lijn proberen. Ja, met die trial and error. Trial and error. Dit is ook heel tof, want dit is van Canoe Computing en dit kan je gewoon op elke laptop doen. Deze laptop kunnen kinderen zelf bouwen, maar die hoef je niet te hebben, want via art.canoe.me kun je zelf script leren schrijven. En dat doet hij hiervoor. Follow the next step. Stroke 66. Stroke right. Hier bij Kai's Glen. Daar staat de tafelop en het is een soort programmeerspel waarbij je met de iPad zeg maar, het ook drie-dimensionaal kan zien. En daar zijn dan de, wat je kan programmeren en het is de bedoeling, de kinderen kunnen het op de computer kunnen ze het ook. Bijvoorbeeld daar zie je van die soort QR-codes en kun je dan weer ook de levende, dat is dat paardje wat je daar ziet. Die, dat is die. En die andere is dan een andere, die kan je dan programmeren. En je kan bijvoorbeeld ook vuur maken en je kan naar je vrienden toe gaan en dat doe je eigenlijk allemaal. Kijk, hier beweegt het nu. Het huis kan je dan verplaatsen, het kasteel. Dus allemaal in je eigen wereld maken en ze maken het dan via de computer.
Dus hier. En dan kunnen ze zeg maar hier. Kan je dan zien waar je bent. En dan gaan ze het hier. In het schermpje ga je dan kijken of je het in de vrije omgeving wil of op de mat. Heel erg leuk vind ik het. Dit is toffe technologie voor kleuters. Je kunt namelijk met Lego bouwen en deze sensoren toevoegen. En deze herkent bijvoorbeeld geluid, maar je kunt het ook programmeren op de iPad. Luister maar. Can you do that again? You can try it by yourself. Oh. Here, connected with the iPad or Android Pad with the Bluetooth. And also record the color to the music. Can you do that again? You can try it by yourself. Heel tof, en je kunt dus ook combineren met karton zoals je dat ziet. Dus je hebt cardboard. Ik denk dat die heel goed is. Yeah, this is stapjes doen, gaat kijken. 1, 2. Ik heb maar één hokje daar, dus ik leg deze neer. Dan moet ik mijn hand hierop houden. Dan gaat hij omhoog. Dan heb je je bonus gehaald. Dan ga je erop tikken. Dan gaat hij weer verder, dus dan moet je weer nieuwe stapjes maken. Nou, is er een of andere moeilijkheid dat ik er overheen moet springen volgens mij. Nou, probeer het gewoon. En dan moet ik ook nog een. Kijk even wat er gebeurt. Dit is een plannier. Alle scholen hebben we Ozobots, die kun je programmeren met kleur. Maar deze trein kun je combineren met de houten treinrails. Dus wat kun je doen? Deze trein kopen, die programmeer je met een app. Of met de kleurblokjes. Wil je weten hoe het werkt? Check dan even de video bij Meester Sander op zijn YouTube kanaal. Een whiteboard waar je ook eens mee kunt spreken. At the tower when it here's a camera. Oh, it's a picture. Okay. Image recognition. I've got a shake game, so you've got 15 seconds to see how fast you can shake these. There's another game where if you say it's 3 meters, you have to chuck the ball in 3 meters to get pitch and ball. Wat moet je dan nu doen? Je moest gewoon stilstaan nu en ik moest hem net 3 feet hoog gooien. Dus 3 voet, dus Engelse meet in de lucht. Hij meet dus, hij is connect met het tablet. Ja. Van elektronica, dus je begint met je kartknop, dan krijg je aan- en uitknop, dan kun je de lampjes op aansluiten. Dat kun je serieus zien. Ja, maar je kunt er ook... Little bits, ja. Maar je kunt er ook hele ingewikkelde dingen mee maken. Ja. Eigenlijk leer je zeg maar circuitjes van ofzo. Ja, het zijn hele makkelijke circuitjes en je klikt het gewoon in en uit elkaar. Ja. En dan zit het vast. Het nadeel is dat het best wel duur is. Ja. En de helft van de soort spul zo. Een beetje... wacky. Ja, nou ja, je moet er wel een beetje voorzichtig mee zijn. Ja. Hier bij deze stand van... De mobiele... microscoop. Kun je gewoon met een sticker een sample maken, dus een proefje doen eigenlijk van wat zit er nou eigenlijk op die tafel of wat zit er misschien wel op jouw toetsenbord. Ja. Dat doe je onder de microscoop. En deze kun je dus van heel dichtbij bekijken, zoals van de microscoop, wel tot 300 keer uitvergroot. En kijk, dan zie je alle micro-organismen verschijnen op je scherm. Hey. Oh, dit is dat. Ik ben er ook. Natuurlijk. En draait hem om. Kijk, op deze manier inzoomen. En er is zelfs een toffe app van. Dat je ook kunt zien van nou, wat is nou de afstand eigenlijk in het echt. In micrometers of nanometers. Super vet. Leuk. Ja. Dat was hem al. En als we dan terugkijken naar deze beurs, hebben we vooral heel veel indrukken gekregen hoe we ons onderwijs nog
beter kunnen maken door middel van innovaties en technologie. Het valt vooral op hoeveel interactieve beamers er dus zijn, hoeveel tools er zijn om bij een iPad te gebruiken, zoals een interactieve bal of een microscoop, maar er zijn ook honderden verschillende robots. Het is voor ons heel belangrijk om goede keuzes te maken en daarbij kunnen we natuurlijk jullie hulp gebruiken. Wij zijn een innovatiewerkgroep, maar we vinden het tof als jullie meedenken. Laat weten welke toffe dingen je hebt gezien in de video, waar je misschien mee aan de slag wil in de klas. En laat dus weten wat jij zou willen. Wij denken met je mee, we helpen je om de beste tools naar boven te halen. Wij hebben weer heel veel input gekregen om daarmee aan de slag te gaan. En we hopen dat jij dit een leuke video vond. Dankjewel voor het kijken en voor nu laten we nog even zien dat niet alles even super was. Dit is ook echt een briljante stand, want waar je ook leest of wat je ook kijkt, je hebt geen idee wat ze aan het doen zijn. Ja, ze maken award-winning software designed for education, maar niet wat. Create, share, learn. Maar is het software die... Ja, geen idee. Op de achtergrond staat een beeldschermpje met daarop het Blockly-code, dus daar zou je aan kunnen denken dat dat het is. Maar het is wel briljant om je standje zo in te richten dat mensen geen idee hebben wat je doet. Behalve dat het een mooie kleur blauw is, of niet? Het lokt uit tot... Hoe noemen ze dat? Vind je niet? Interesse. Dus en dat was hem alweer. Natuurlijk zijn we Londen nog in geweest. Hebben we samen gegeten en gedronken. En konden we de volgende ochtend weer naar huis vliegen.